Hey allemaal, en wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering. En jullie weten dat ik ja, op deze manier eindigde in de vorige aflevering. Dus geef even een like als jullie hier zin in hebben. En dan gaan we dus naar deze video. Ja, de lichten zijn rood. Shit. Wat heeft u bij u? Golden apples. Ja, tuurlijk. Die heb ik bij me. Heb ik altijd bij me. Oh jee, droppen. Dan doe ik die maar even. Is daar dan ook. Sorry, zag het verkeerd. Shit, hij is echt rood, jongens. Ik heb die kogel bij me. Wat moet ik doen? Nou is hij groen. Oh god, hij is nu groen. Dan moet ik iets op verzinnen. Ja. Ik weet het niet, jongens. Ik kan hem daar ook niet in doen. Kijk. Hij is groen. Hij is groen. Hij is groen. Oh jee. Mag ik die terug? Ik heb die wel nodig. Stel ik weer een keer een vitaminepil nodig heb. Kom op, geef het. Oh, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, hij was groen, toch? Ja, hij was groen. Wat heeft u bij? Niks. Ik heb niks. Waarom is het nou? Het is niet rood, het was net groen. Mijn riem. Ja, ik zeg dat wel. Meestal is het een riem. Ja. Mijn riem. Ja. Ik kan het niet afdoen. Oh, zou je die af willen doen? Ja, maar dat. En dan erop staan. Ja, maar dat gaat niet. Man, wat moet ik doen? Oké. Ik ga erop staan. Dan snel die pakken. Hij is groen! Hij is groen! Hij is groen, toch? Hij is groen. Ja, hij is groen? Antwoord alsjeblieft met dat hij groen is. Spring. Ik kan niet springen! Nee, ik kan nu niet springen. Man. Rood. Ja. Vandaag is rood. Ja. Oké. Wat moet ik doen? Misschien moet ik hem ergens weggooien snel, dat hij het niet ziet. Ja. Waar dan? Achter de balie. Dat zou een optie kunnen zijn als hij het niet ziet. Ja, ik zie het wel. Hey, groen. Hij is groen. Nou, mag ik door, toch? Kom op, hij is groen. Hij is groen. Oh, nee. Oké. Okay. Yes, ik mag eruit, denk ik. Mag ik hem terug? Ik wil hem terug, ik wil hem terug. Ik wil hem terug. Ik kan hem niet... Waar is hij? Hallo, waar ben je? Ik mocht er wel door, ik... Oh my god, nee. Oh my god. Shit, het is echt... Nee. Nou, laat me eruit. Toe, laat me eruit. Laat me eruit. Oh, hallo. Wilt u hier maar even... Oh, wacht u hier maar even. Waarom? Nou? Waarom moet ik nou weer wachten? Het was toch groen? Ik heb bewijs dat het groen is. Dan mag ik door. Omdat ik het zeg. Ja, dag. Ik moet me echt een beetje inhouden eigenlijk. Want ik maak het alleen maar erger. En oh man, ik wil eigenlijk niet al die problemen steeds, weet je. Dat gebeurt wel elke keer. En dit was echt niet mijn bedoeling. En... Het is de zoveelste keer al dat het niet mijn bedoeling is en dat ik gewoon pech heb. Het is gewoon steeds pech. Man. Nou, waar wachten we op? Ik heb niet alle dagen de tijd, hè? Zo, komt Sinterklaas of zo? Daar wachten we ook altijd toch op. Gaat u de... Jij was rood.
Waar moet ik hier staan? Het is echt heel bedreigend dit hoor. Serieus, Tip en jullie gaan nooit inbreken. En vooral niet met een kogel of zo bij je. Ik ga gewoon naast hem staan. Ik kan hem uitverrotten. Want je hebt echt een probleem. Je hebt ten eerste geen goede VOG meer. Dus je kan bijna nergens meer aan een baan komen. En iedereen zal je zien als crimineel. Dat wil je ook niet. Dus ben je nieuw, ga niet hier inbreken alsjeblieft. Of als je niet nieuw bent, ook niet doen. Want je bent zo je baan kwijt en wat dan ook. Oh my god, komt iemand aanvliegen. Oké. Dat is de ex-collega van mij. Niet. Oh jee, ik weet dat hij heel streng is en heel erg... Oh my god. Dat deed jij. Ik moest van de muur. Dus ik deed dat. En viel in area. Nou ja, dat. Sorry. Eigenlijk deed ik niks verkeerd, toch? Ik was aan het schuilen voor hem en ik wou gewoon er weer uit. Ik deed niet met zin. Ik moest eraf, dus dat deed ik. Auw! Ik zit weer in de handboeien. Man, dan moet ik mee. Oké, daar gaan we wel weer. Oh, mooie vliegtuigjes en zo, ja. Ik weet dat Snorri nogal gevaarlijk kan doen, zeg maar. Dus ik moet echt uitkijken. Waar is die andere gast nou? Hallo? Auw. Daar was die dus. Oké, nou ja, loop. Je was weg. Ik keek alleen of je nog achter me liep, man. Oh my god. Mooie... Wat was dat weer? Ja, ik weet niet hoe het heet. Nou ja. We gaan weer verder lopen. Ze lopen niet eens achter me aan, geloof ik. Oh, daar is alweer eentje hoor. Man, weer zo'n lange rit. Het is al zoveelste video... Auw! Man. Het is al zoveelste video dat... Wat is er? Het is serieus de zoveelste video dat ik dit pad loop. Echt niet leuk meer. En jullie wouden meer area. Laatste waarschuwing, anders groot geweld. Ja, zie je wel. Hij is echt gewoon iemand die nogal veel geweld wil gebruiken. Oké, daar gaan we weer. Ik moet wachten. Waarop? Waar moet ik wachten? Auw! Ik moest wachten! Wacht even. Ik moest wachten. Vast, ik typ hem verkeerd. Wachten, ineens lopen. Ja, oh, auw! Oh man, dat was met een mes. Ik moest wachten van die gast. En dan wacht ik en dan krijg ik een klap en ook nog een mes in me. Oh my god. Nou, dan zijn we weer hoor, na zo'n lange rit. Jeetje man. Bekend terrein. Ja, heel bekend terrein. Oké. Ik wacht wel even hoor, anders... Auw! Nou, je stond te wachten, dus ik wacht op jou. Ik ben toch netjes, anders had ik gewoon weg kunnen rennen. Oh my god. Mooie kleding. Auw, die had mooie kleding. Ik geef complimenten man. Ja. Laat je zo die deur open. Oh. Oké. Wat gaan we doen? Oh, geen cel 17 wordt het. Ik ga ook niet te veel proberen, want hij is heel gevaarlijk. Ik wil in ieder geval cel 1. Cel 1. Ik wil cel... Auw! Ik wil in cel 1. Ik wil hier gewoon in. Auw! Alweer met een mes. Ik bloed echt enorm hier. Man... Nou, daar zit je dan weer. Weer in de cel. Man, wat is dit allemaal? Ja, yeah, you have been jailed. Yes, I know. Nou, wat is mijn straf? Dan kan ik daar weer op verheugen. 24 uur vast. God.
Oké. Oh, die boete. Nee, doe ik wel achteraf. Nou, dan zitten we dan weer fijn hoor. God. Oh, Woolly wil me spreken, maar wat is er aan de hand? We hebben even overleg gehad en we hebben besloten om de straf voor het bezit van illegale goederen doen bij jouw straf op de... Wat? Wat voor straf? Wat betekent dat? David, ik weet niet. Drie dagen langer? Holy. En een boete van 30.000 x. Oh my god. Maar één kogel. Vanwege één kogel, jongens. Ik kon er niet eens wat mee doen. Eén kogel. Maar... Oh, hallo generaal. Ik moet worden overgeplaatst. Ja? Nou die, oké. Zit hier niemand? Nee, er zat net iemand in mijn cel en die deed heel irritant. Dus ik, dankjewel. Ik moest overgeplaatst worden, dus ja, dat is bij deze gebeurd. Oké, ik zit weer alleen, dank je. Nou, we gaan afwachten of hier ook iemand bij zit. Ik hoop het niet. Ik vind het al vervelend dat ze altijd zo heel het tegen je aanlopen te duwen. Ik hou daar niet van. Zet mij maar alleen in een hokje, weet je wel. We gaan het zien. Ik ga even slapen. Oh my god. Wat is er gebeurd? De hele cel. Zit ik in dezelfde cel of is dit een andere cel? Wat is er gebeurd? Ik weet echt niet wat er is gebeurd. Dit is een heel andere cel. Maar is... Oh my god, wacht. Dit is zeker zo'n hoppercel. Even testen. Ja. Zie je wel, het is een hoppercel. Nou, ben ik blij dat ik dit geld eerder heb gekregen dan vandaag. Want anders had ik dit geld niet eens. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weer een soort van dezelfde video als de een paar dagen terug. Het gebeurt me elke keer weer. Ik hoop echt dat ik hierna eventjes niet in area kom en gewoon leuke video's maak met meer luizen of wat dan ook. Maar we zullen het zien. Ik ga binnenkort wel even naar hem toe om te spreken over het leger, want ik word elke keer de dupe ervan. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken. Like even als jullie dat nog niet hebben gedaan en abonneer ook even als jullie dat ook nog niet hebben gedaan. Lijkt me erg tof. En dan zie ik jullie heel gauw bij weer een nieuwe video. Doei doei!